Ik ben Jesse. Kill me. Isaac. We zijn nu bij Cutscene, de videogame. Isaac, alsof het niet genoeg is dat onze internet een beetje shit aan het doen is, zoals altijd. Is hebben we nu net een van de meest, Game Kill me. It's the fucking film. Soko wa. Megami to yobareru sonzai ga kuni wo tsukasadori. Ik laat het eerst de ding uitleggen. Somomoto ni meka kyara tachi ga tsudo. Dit spel heeft meer cutscenes dan Metal Gear Solid 4, denk ik. Een beetje. Game-業界 には 4人 の Megami. Dit keer heb ik de spel gespeeld. Eigenlijk met die laatste 3 Neptunia spellen die we hadden gedaan. Ik heb ervaring met deze. Megami White Heart. Hopelijk hebben we meer te praten hierover. Louis. Ik bedoel, we kunnen een beetje relaxen, want er zijn cutscenes. Dus we niet de hele tijd te praten. I know. Okay. Maar aan de ene kant is een commentary, weet je. Ja, dus we gaan gewoon reageren op wat ze zeggen en zo. Megami Green Heart ga osameru. Green Box. Ik hou van deze team, though. Megami Purple Heart ga osameru. Ze gebruiken de sprite van de eerste spel. Ze gebruiken de sprite van de originele eerste spel. Oh, was het iets anders? Nee, dit is van de originele eerste spel. Tagai ga tagai wo takameau koto niyori. Het grappige is dat ze de sprite gebruiken van Lost Purple, ook al is dat technisch gezien niet volgens het verhaal. Weet je wat het hele domme ding is? Like, het punt is meer van, oké, dus wat is voor jou is dan de betekenis van nat zijn? wat is nat? Oké, als je dus water aanraakt, dan is dat nat zijn, want dat is wat we hebben genoemd. Like, hoe het okay. Maar ik kan al de budget in dit spel zien. Lijkt animatie hier. Lijkt het niet meer veel beter animatie hier. Ik denk niet dat we het zelf wel over dezelfde ding hebben in dit geval. Just say it. Dus je ziet, Blanc ziet er op hetzelfde uit als in de tweede spel, toch? De vele van de zijn Noir en Big Hunters. Nee, kijk, ze hebben allemaal de processen, de laatste processen van het spel. Dit zijn allemaal de processen die ze laatste hebben van het spel. En waarom is Purple Heart in haar los Purple Form dat ze dat laatste van krijgt? Nee, ik zou het begrijpen als het gewoon Victory 1 was. Maar met Reaper 3 hebben ze nu weer krachtenmodellen van Reaper 1 en 2 als ze hadden kunnen gebruiken. Maar ik zeg, ik denk dat ze niet genoeg budget hadden voor de karaktermodellen, deze cutscene.
Dit is wat ik bullshit noem. Dat is toch bullshit? Maar geen zorgen, het is niet alleen een cutscene, we hebben ook een baasgevecht. By the way, ik film dit op een nieuwe computer, dus de framerate is wat beter hier. We moeten denken aan het eerste spel. Nee, dit is echt wat leeg, ja. Ja, inderdaad, like, Deku kan niet winnen, oké, ze zal de hoofdkarakter en shit verdienen. Deze foto, deze gedeelte, deze, laten we dit screenshotten. Maar dat is gebeten het spel in het nutshell. We won't torture you. Don't worry, we won't torture you. We will only kill you, that's all. We will kill you to death. We will kill you to death. Zo, ik heb het leuk. Laat het eerlijk zijn, Neptune is zo dom dat ze niet eens zou weten hoe ze dood moet gaan. True. Ja, weet je, in dit gevecht, ik ga je alvast Eli vertellen, is like... Ja, je vecht tegen drie dingen, en dit is like, je kan er niet winnen. Maar als je in een goede positie staat, soms vergeten ze like, te spammen met hun HCD's. En overleef je, like, één ronde, één beurt. Ja. Dus ik val altijd voor. Ik denk gewoon, lijkt het maakt niet uit. Oh, hij gaat toch dood. Was hij van de frame rate tennis? Glorious. Zo best nog wat niks op slag. Oh, opnieuw, mijn frame rate was niet zo erg. Voor het meeste gebeeld. Het was vol bij cutscenes. Bij de laatste bij de laatste paar uurtjes van het spel waar het was like, de frame rate erg. Wanneer je met de frame rate had met cutscenes, volgens mij is het like, als je Nvidia hebt, kun je daar like, de settings veranderen, dan gaat het beter werken. Het enige probleem dat ik toch heb volgens mij hier, ja, niet hier. Ik heb nog niet de juiste settings aan, dus er zijn nog sommige grafische glitches nog. Ah. Maar dat wordt verbeterd na de eerste port. Ik weet niet waarom, maar het is zo fucking grappig. Lijkt het cool, lijkt het zo over de top. Ah, panty shot. My favorite. Weet je, ik nam het eerst serieus van wauw, want dit spel is best heel edgy aan het zijn nu. Lijkt veel edgier dan ik had verwacht. Alright. Maar nee, het was een game al die tijd. Nee, zo. Neptune is volgens mij een van de slechtste grote dingen in deze lek tussen de vier, toch? Oh, ze doet niks anders dan gamen de hele dag, zo'n beetje. Meestal wel, ja. In feite, de Nepkeer is beter. Like, op een gegeven punt zou je dan verwachten, like, zou ze toch wel tegen 3 tegen 1 toch wel kunnen? Like, ze speelt toch de hele dag games, maar zelfs daar faalt ze in. Oh, ik bedoel, Vert is beter dan haar. Zelfs, like, Vert's gamerskills nog steeds 10 keer beter dan Neptune, dus waarschijnlijk is Vert die haar heeft geslagen. It's like, Vert is like de beste game in de groep en zij heeft nog een veel betere land dan Neptune. It's like, jullie hebben letterlijk de meest ergste godin ooit. Like, de enige wat Neptune goed kan doen is PR en gewoon met mensen om kunnen gaan. Maar wat heb je daar aan wanneer iedereen tomaat op je gooit en zegt donder op en maakt de land beter, for fuck's sake. Waar ik verrast ben like, dat ze dat niet hebben gedaan. Wat? Is Tech een revolt aan het doen? En is dat waar het hele spel over gaat, die soms zo op nadenkt? Wel, ja, wel Neptune heeft wel haar fans eigenlijk. Ze heeft zelfs een fanclub, verrassend genoeg. Wel, ze houden van lollicons uiteindelijk. Ja, maar ook haar godin vorm. Oké, dat is een ding. De framegrade gaat hoger dan het zou moeten. Dat is een van de problemen hier. Je zag die vraagtekens, toch? Ja. Dat was in 200 frames per seconde. Waarom is dit 200 frames per seconde? Omdat ik geen cap aan heb gedaan of zoiets. Maar ik moet een soort cap aan hebben waardoor het 60 blijft. Wow. 3D rendering settings, Ennis. Dit is... Dat is fucking gestoord. Dus de spel is bevroren. Klinkt als iets wat er met mij zou gebeuren. Nou, dat je werd afgemaakt in 3 tegen 1. Ik niet verrast met mij, goed.
Als Nepje erbij was, heeft het wel meer dan vier spelers dan? Maar als we Nepje erbij kon doen. Weet je wat eigenlijk eerst het ding? Als het 3-1 is, denk je dan niet dat ze dan denken dat dan Nepje ook beter is in het spel dan verwacht? Wel, dat vond ik begrijp, though. Is dat Nepje eigenlijk best wel sterk is wanneer ze het geprobeerd? Wow. Dat is de eerste hoofdkarakter. True. En zij is ook de enige die een HDD-vorm kan veranderen. Enige? Een soort van wel, want ze is de enige die echt lijkt zelf in een schip kan veranderen en dingen kan opblazen. Ah. Ik zou zeggen dat ze de wereld kan opblazen, maar dat is niet echt gebeurd volgens het spel. This is not actually happening. Maar had je het over dat ding, die ACD's? Is er een uitleg voor die ACD's anyway? Nee, eigenlijk niet. Is gewoon een of ander ding dat ze kunnen doen, veranderen in jetplanes, helikopters, zwaarden en spears? En dan vragen ze van, waarom leggen ze het niet uit? Het is zo interessant om eerlijk te zijn. Dat werkt. Is daar kunnen we ze allemaal fusion en een of ander mech creëren? Nepke zou dat willen. Weet je wel wat ding is? We hebben nooit HDD-vormen van Juni en Romaran gezien. Goed punt. Had Nepke? Ja? Oh, ja. En Nepke heeft de nerfkeer gemaakt van Sword Art Online. Helaas is dit de enige keer wanneer we het zien. Dit is zo raar, ze maakt dat toch? Ja. Maar ze verkoopt het niet. Het is holy shit Nepke, je kan zoveel shares krijgen daarmee, wat ben je aan het doen? Dit is waarom je eugenics nodig hebben. Planet Tour is een van die plekken waar iedereen heeft talenten, maar ze gebruiken het fucking niet. Een beetje. It's als je hier Hollywood zou bouwen, zou dit eigenlijk een goede Hollywood zijn? Is de laatste paar Star Wars films die we zagen waren toch een beetje waren meh? Zij zouden er bestaan in Reaper 2, dus bullshit. Ah ja, want het is ook in Reaper 3, officieel is de Victory waar het een machinemaniac werd. Want in de originele Mark 2 was volgens mij dat niet. Ze was niet in de originele, maar in Reaper werd ze dat. Ja, in Victory in de originele Mark 2 was ze dat niet. In Victory hebben ze dat erbij gedaan, als personaliteitsquirk. Ja. En Bird heeft bedacht, weet je wat, Neptune is toch de meest waardeloze godin. We gebruiken haar als proefgordijn, fuck you. It's Neptune is toch beter, we hebben niks aan Neptune. Neptune is beter, er is toch een andere godin later, dat toch wat ook beter is. Op een of andere manier. Plutia, onmiddellijk zijn Plutia waarschijnlijk erger. Is beide erger en beter tegelijkertijd. Maar daar gaan we later over praten. Dat is zo'n beetje, ja. Misschien als Neptune een paar jaar ouder zou kunnen worden, zou ze misschien dat goed inwerken of een stuk serieuzer nemen. Ik bedoel, ik was er net toevallig wat ik zie. Is een beetje serieuzer, zij maakt steeds dezelfde grappen en zo, of steeds dezelfde personaliteit. Maar ze weet wat ze doet. Ja. Dat is echt geweldig. Zij heeft een normale personaliteit in een HDD-vorm hier. God help us all. Oh, maar moet bedenken wanneer ze haarzelf ziet, haar kopie ziet. Wanneer, later. Het is wow, ik ben een fucking hot in mijn HDD-vorm. Het is oh god. Nou wil ze de spiegel en gaat ze transformeren. Ik moet denken aan Super Saiyan Vegeta. Oké, dus het eerste is wat ik doe is dat ik thuis ben. Ik ga voor een volle spiegel staan, strip, verander in Super Saiyan en... Go on. Dat zou ook een dag spelen. Wat zou Neptune doen? Als ik thuis ben, volle licht ga ik voor een volle spiegel staan, transformeren, strippen en... Oh nee. En dit is de doet die tapje haar is van, ik ben weg. Ik hoef het niet te weten.
Weet je, als ze dat bijvoorbeeld op hun hap gaan zetten of zo, of in dit geval hentai eten, zouden ze daar heel erg veel geld mee verdienen. Weet je wel, ze verdient het ook, want ze heeft even kistfoto's lekker verspreid in de anime. Maar dat is heel veel shares kreeg, eerlijk gezegd, dus het was waard. Man, dat is fucked up. Had je eigen zus, like, foto's van jij zit op het internet om geld te verdienen. Het was wel, eigenlijk al was per ongeluk, maar dan wil ze het expres doen, dus. Dat is fucking fucked up. Maar uiteindelijk, dat laat gewoon zien. Waarom de fuck hebben we nog Neptune in deze land? Staat voor de revolutie. Ze heeft gewoon een hele goede PR. Weet je wat het is? Ik denk dat het gewoon heel veel liberty in Neptune is. Like, je kan een beetje doen wat je wilt, dus iedereen vindt het oké. Okay. Dat is waar. Het is gewoon... Weet je wat? Planet Neptune is gewoon like Japanse Amerika. Japanse Amerika. Het is, want ik kan niet zeggen Amerika, want Leebox is al Amerika. Zo'n beetje. Kijk naar de frame rate. PC Gaming Master Race, motherfucker. Ik kan wel van dit. Dus, omdat dit niet echt een Neptune is, hebben we op de 50 en wel heel veel van ons. Oh mijn god. Dit is op 200 frames, toch? Ja, sommige beelden zijn op 200 frames. Dit is zo fucking vreemd. Ja, dit gaat zo. Dit gedeelte is 60 volgens mij. Al dat beeld is mij. Like, 2D effecten zijn 200 frames. Dit gaat zo fucking snel. Dit vind ik zo snel. Hoppelijk. De 60 frames zouden dit zo gaan. Het beste aan Neptune's nieuwe outfit zijn de panty shots, laten we eerlijk zijn hier. I guess. Het beste aan deze frame is dat like, ook random gevecht 20 keer sneller gaat. Fuck! Dit ziet er wel cool uit. We hebben binnen gameplay weer cutscene. Als de frame rate de gevechten sneller maakt, hebben we minder gameplay weer cutscenes. Nee, het ziet alleen sneller uit, want de gameplay is nog steeds hetzelfde. Het ziet er alleen sneller uit, dat ding. Dat voelt voor mijn ogen, godverdomme. En op feest is het lijkt zo traag als in de normale snelheid. Maar het maakt niet uit. We gaan heel vaak zelf over cutscenes hebben. Het zijn volgens mij letterlijk 5 parts achter elkaar met alleen maar cutscenes. Dus wat zie jij van deze dungeon? Dit ziet er wel cool uit. Ik vind het leuk als ze de random Mario blokken daar hebben. Dat is like de hele ding met dit spel, is like de rest van like overal in de wereld heb je random Mario blokken staan. Wat niet meer random is wanneer je eenmaal weet waar ze zitten. En de planet. Ze zijn veel beter dan de search button, want dat maakt heel veel lawaai. Ja. Wat ook leuk is hier is, wat vind jij van het gebied hier? Ja, dat is een beetje, dat ziet er wel cool uit dan. Dat is het. Volgens mij mis je een Mario blok. We hebben ook dungeon achievements, dus als je een bepaalde dingen doet in het spel, dan krijg je statusverhogingen en plans. Ook later krijg je een leider skill. Wat ik eigenlijk wel leuk vind. Wist jij dat? Als je de leider bent, like als je iemand de leider maakt, dat er wel een meester op die leider afgaan? Ik weet niet zeker of dat waar is, maar... Ik merk ervan wel, dus like, elke keer wanneer ik de leider ben met, like, laten we zeggen, Tekken, vallen ze altijd Tekken aan. Oké, okay, beter nepkeer zijn, want holy shit. Die gaat niet dood. Net als Blan. Blan kun je ook gebruiken als een goede leider dan. Als hij toch wat heeft op de tank. Ja. Waarom gebruik ik Tekken? No such monster exists in Neptunia franchise. Dit is bullshit, het bestaat totaal. Hebben we Tentacle Monster in de veilig? Hebben we de mission Neptunia? Volgens mij zijn ze niet in Mark 2. En ook niet in de originele spel. Volgens mij in de originele spel zijn de monsters meer serieus gemaakt. Is hij hoe genoeg van een serieus plot naar iets dat minder serieus was? Like, merkten ze dat dit niet werkt ofzo? Het is like, ze hadden het idee van like, een vierde muur brekende comedy spel, want dat was het nog steeds. Alleen dat was een meer serieus verhaal. En voor wat ik begrijp, like, ze wisten niet echt precies hoe ze dat helemaal goed moesten doen. En met Victory wisten ze hoe ze beter met de comedy moesten werken. En dan heb je Victory 2 waar ze het beter begrepen hoe ze moesten mixen en zo. Ik denk dat de anime ook heeft geholpen met laten zien hoe ze het kunnen doen.
En dan vervolgens bij en dan hebben ze daar het Rebirth-spel gedaan, gewoon omdat het verhaal dan veel beter is en alle fouten hebben voor kunnen verbeteren. Ja, van het originele spel. Hier staat de localization anders dan de originele Victory. Can't you flippant females hear me? Dat is like, fuck you, Neptune. Niemand geeft een shit. Oh, ik ga praak tegen, ik zweer het je. Voor de rest van het spel ben ik gewoon een grote bitch zijn. Zo is en jullie zullen er niks aan kunnen doen. Hier is de belangrijke vraag. Als jij hier zou sterven, zou Neptune in de echte wereld ook sterven? Ja. Vraag dan Neptune. I don't know. Dit zijn weer de hoofdkrachten die ik ben, Neptune. Alsjeblieft, op dit punt zoek je gewoon een reden om dit wat niet doodkracht meer is. Is eigenlijk voor alles wat ze doet. Is eigenlijk, Nepke, je gaat naar de wc. Hoe kun je? Nepke, je poept. Wijfjes kunnen niet poepen. Je bent ook gewoon niet meer. Maar, en dan zie je gewoon Neptune naar de wc lopen. En is like, wat Neptune loopt naar de wc? Nee, dat gebeurt ook jij het over. Het was easier than eating. Deze voor haar is eten waarschijnlijk hetzelfde als ademhalen. Ik wil even nadenken. Totdat het over like eggplants hebben. Dan moeten we gewoon. Oh, dus je kunt eten makkelijk, hè? Geef haar een bord met eggplants. Nee, wacht. Hard mode, motherfucker. Hard mode, mother. Je speelt nu Digimon Story Cyber Sleuth hard mode, motherfucker. Laat me denken aan een van die velden met Bob, like. Een van die supervelden, eggplants. Holy shit, verdikken ze me. Oh ja, like, ik heb ze niet kunnen verslaan, by the way. Als we ze uiteindelijk verslaan, maar like, holy shit, doe ze veel schade. Is het, Er zijn ook heel veel van hem tegelijk. Ja. Yeah. Dat makes sense. Maar dit is de enige keer wanneer we in deze dungeon zitten, volgens mij. Cool. Ja, dat is de enige keer. In elk spel. Het meeste van het budget ging naar de eerste dungeon. Het budget ging naar de eerste dungeon, dus we gaan het niet opnieuw gebruiken. Wacht, wat? Het meeste van het budget ging naar de opening cutscene, de animatiegevechten en shit. En deze dungeon, waardoor ze niet nog genoeg budget hadden voor de rest, dus copy and paste everything. Waarom copy and paste ze dan deze dungeon niet? Pride. Budget okay. Pride. Makes sense, I guess. Oh ja, Neptune heeft een allowance, like, ze mag geen eens haar eigen geld hebben voor eigenaartje. Ja, dat is voor het betere. Wie doet dan de budgeting work voor de natie, like, is het waar? Is het waar? Misschien net een keer. Vraag ik dat eigenlijk? Natuurlijk is het een Stwar. Is het iemand anders? Nee, is het is waar doet al het werk. Zo zit nog iemand van de bestelling komt. Is vooral is het waar dat dit doet, ja. Ik vraag wel wat Usma eigenlijk doet nu dat ze de... Oh, ik kan niks zeggen eigenlijk. Dat is spoiler. Oké. Okay. Wel wat simpel daar. Ik denk dat ze gewoon nog steeds aan het reizen is met de met adults. Ik guess zo. Mijn dikke gear is reacting, wait. Dat gear, ik denk dat je iets fout hebt gemaakt. Ja, je hebt gelijk, het is de nagger gear. Weet je wat? Neptune, do you know the way? Do you know the... Het was een PC die volgens mij like in the Queen is veranderd. Like Yellow Heart. Neptune is the fake Queen. Spit on the fake spit on queen! Spit on her! Maar god, wie gaat te ver? We moeten het universum resetten. Hoe kan dat Knuckles zijn? Lijkt de beste ding ooit. Like, what the fuck is deze wereld gegaan? Het is gewoon te weet je wat, VR-chat is gewoon... Like onze wereld, maar dan niet VR.
Nee, serieus, like, je hebt, like, eerst kwam pas de Roman Empire en dan heb je deze barbaren, de Koolse religie. It's like, het is gewoon de beste ding dat er uitgekomen aan deze VR-chat. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Om eerlijk te zijn, het is like, kijken hoe een nieuwe wereld is geboren. Like, met een nieuwe cultuur en zo. Het is heel interessant. Yeah. VR-chat is een beetje zijn eigen land nu, dit punt. Deze kracht is volgens mij nooit uitgelegd. En het ergste is dat hij ogen in zijn ogen heeft. Het ding is, deze... Ik denk dat dat make-up is. Weet je, ik merkte pas die ogen. In het midden van de ogen, wanneer ik het aan het editen was. Dus like, what the fuck? Nee, ja, dat dit gewoon make-up is, die ogen. Als je naar kijkt. Wat ziet het? Die kleine ogen knipperen. Ja, maar de rest van het lichaam animeert ook niet. Zwaar. Nee, dat is heel erg kleine beweging. Ja, ik kan het zien. De ding is, deze vijand komt terug in de postgame. Ah ja, de postgame. Heb je een beetje gekeken naar wat er in de postgame gebeurt? Nee, ik wil het op een dag zelf doen. Maar ik wil niet tot 999 krijgen. Is het enige wat ik je kan vertellen is dat like, uiteindelijk is zijn plan voltooid. En is mobile game overheerst mobile gaming planet game industry. Oh fuck no! Dat is de plan? Ze verspreiden mobile gaming? Zo'n beetje, en het is succesvol. Mensen zijn zo erg verslaafd aan geworden. Ze lijken devil like Mongolen op die telefoon. En wanneer ze niet kunnen winnen, verspillen ze hun geld. Wacht. Betekent dit dat ze EA zijn? Zo'n beetje. Oh mijn god. Dus dit is het gezicht van EA? Ja. Wie had dat verwacht? Ik weet zeker of ik nu de framerate heb gefixt, maar oké. Ik wil echt die scherp van dit. Van Pearl Park bij deze schaar. Ik krijg het heel erg dichtbij bij like, de hentai stukje van Ita! Ita! Wie weet, misschien is. Volgens mij is haar naam Rei Tanaka. Misschien is Rei Tanaka in een hentai geweest ergens op de dag. Ja, met Deku dat zijn! Ja, met Deku dat zijn! Internet is het gewoon wel. Internet is het gewoon. Like, mijn leven is op het internet op dit punt. Dus komen deze vijanden tegen iets van like een monster hunting mobile game of like een monster capturing mobile game? Een mobile game zelfs. Like, die handen daar zijn lijken op de mud hands van Dragon Quest. Ja, dat zijn dus, ja. Rebirth, lol. Heb jij een Dragon Quest gespeeld? Nee. Ik heb niet gespeeld. Jij? Ik heb de Dragon Quest, was het Monster Hunter? Monster Tamer? Een spin-off daarvan gespeeld. Ik heb alleen maar een demo gespeeld van like the Warrior spel. Is dat like die monster thema hunter spel van Dragon Quest? Was like Pokémon. Maar dit keer moest je monsters fusen voor sterkere monsters en shit. Is dat like Persona in dat geval? Ah, hij gebruikt de DLC. Hij gebruikt Bahamut. Oh fuck. We zijn weer nog geen Final Fantasy. Dat is fucking beter dan al die behemoths. In fucking Final Fantasy 13. Fuck me. Dus like, waarom heeft hij zo'n hoge level summon? Dit is bullshit. Ah joh, dat maakt je geen zorgen. By the way, Bahamut is een baas in like Final Fantasy multiplayer spel, Final Fantasy 15 multiplayer. Cool. Volgens mij is Bahamut daar een baas. Krijg je hem ook als summon later of is het dat? Maar als hij een baas is, misschien wordt hij een summon. Dit is geen Bahamut, dit is bullshit. Het is gewoon een draak die we weer terug gaan zien later in het spel. Like elk ander vijand. Nee, het is de laatste baas van het eerste spel.
En uit het nulschade, wat een downgrade. Yes, is tijd. De tijd waar we nu in zitten, Jesse. Weet je, ik begrijp nooit like, de power van aanval in het spel. Like, wat is de punt? Is het like, per hit power of is het like, in totaal? Ik begrijp dat ook niet zo erg, om eerlijk te zijn. Is, like, misschien kan ik begrijpen, like, ik begrijp de hits wel, weet je. Want dit spel werkt met like, de SP meter, zo. De meer de keer dat je raakt, de sneller je SP vult, terugvult. Ja. Maar is het dan like, de power gewoon in totaal? Of? Want wat denk ik meer schade met cross combination? Nee, dat maakt niet uit. Uiteindelijk is het, like, die persoon veel beter met zijn SP aanvoelt dan elke andere kaart in dit spel. Yep. It's fucking broken. Je kan het hele tijd spammen. Fuck je mobile gaming. En ze hebben het gered, we hebben EA verslagen. Voor nou. Nou kunnen ze nooit een Battlefront 3 maken. En toch even verpesten. Basket! En nou kunnen we gewoon onze originele Battlefront 2 spelen op de Xbox, dat was beter. Is Battlefront 2 die ze hebben gemaakt like een remake ofzo? Weet toch hoe de Xbox One hebben genoemd? Mm-hmm. Dat.